We leven nu echt in een tijd dat men niet meer geduldig kan zijn. Dat hij veel tegenslagen krijgt en dat het niet meer goed met hem gaat. Dus hij wil juist dat het goed gaat en dat zijn tijd komt. Dus geduld is heel erg belangrijk in het leven. Ik las een quote gisteren dat geduld is meer dan alleen maar leren wachten. Het is hebben geleerd wat jouw tijd waard is. Dus in de tijd dat je aan het wachten bent, dat kan je heel nuttig gebruiken. Want de tijd tikt door, het leven gaat door, dus jij moet ook doorgaan. Ga door en bereik je doelen. Of je nou veel tegenslag krijgt, of het nou niet goed met je gaat, het gaat goed komen, maar je moet geduld hebben. En je zult zien dat je uiteindelijk toch iets hebt behaald en dat het toch waard is om te wachten. Want geduld is iets wat jou test. Het test jou om te laten wachten. En er is ook een uitspraak in het Nederlands dat geduld is een schone zaak. Dus heb geduld. En jouw tijd gaat hoe dan ook komen.